comic books, heel algemeen, zijn Amerikaanse stripverhalen. De meest bekende Spider-Man, X-Men. Maar dat is ondertussen een ongelooflijk groot universum. Natuurlijk is dat een kunstvorm. Zowel als met literatuur moeten er verhalen verteld worden. Dat is natuurlijk ook de aspect van de beeldende kunst. Dat moet allemaal getekend worden. Het niveau is ondertussen ook zo hoog dat je wel kunt spreken van een kunstvorm. Ik kan natuurlijk niet spreken voor de Amerikaanse markt. Dat is altijd immens populair geweest, eigenlijk vanaf dat dat op de markt kwam. Maar je merkt wel dat er een soort van bekendheid, of dat mensen bekend raken met dat medium. Dat er natuurlijk ook een generatie is die ondertussen al volwassen is, die daarmee opgegroeid is. Mijn ouders zijn nooit opgegroeid met Spider-Man, maar ik als kind ging al wel Spider-Man boekjes kopen, gewoon in de krantenwinkel. Ik vond het als klein manneke echt al geweldig om dat te lezen. Ik heb dat nu nog altijd. Ik denk dat dat gewoon zo gaat blijven. X-Men, ik heb dat leren kennen via de animatieseries. Die waren vroeger op VTM, 's ochtends vroeg. En later kwamen dan de films. En toen pas wist ik van X-Men, van heel de Marvel-toestanden. En dan ben ik helemaal into X-Men geraakt. The Avengers hoorden er dan ook bij. Spider-Man, Batman. Maar het is eigenlijk, de basis is en blijft X-Men. Door die populariteit zijn al die boeken ook makkelijker te krijgen. Ik merkte dat er bijvoorbeeld oude verhalen die al heel lang niet meer gedrukt worden, teruggedrukt worden. Dat die uitgaves mooier worden, beter verzorgd. Ook door die populariteit krijg je meer concurrentie, waardoor dat niveau eigenlijk ook wel stijgt. De meeste van die uitgeverijen, de bekendste, Marvel, DC. Marvel, dat is inderdaad Spider-Man, de Nulk. En DC, dat is Batman en Flash en dergelijke figuren. Dat die wel, die uitgeverijen blijven wel trouw aan die figuren, aan die mediums, aan die verhalen. Dat is oneindig, dat uitbreiden. Ik werk hier nu 6 jaar, denk ik. En ik kom hier al van ik klein was. Toen wij hier begonnen de winkel, ik weet niet of je het bij de camera kunt zien, maar dat was echt tot juist achter een toog. En dan een beetje verder tot aan de ruimte. En altijd maar uitgebreid. Toen ik hier begon te werken, waren er hier nog lang niet zoveel schabben. Elke week komt er nieuw uit, al die oude dingen die terug uitkomen, dat is een oneindige stroom. Vroeger hier in België, als ik klein was, dan was alles Suske en Wiske, Jommeke, Michel Vaillant, Rick Ringers, alles wat in Robbedoe stond. En comics, dat was eigenlijk een beetje een marginaal verschijnsel. Terwijl ondertussen is dat, zoals alles, gemondialiseerd stripverhalen. Het gaat niet meer alleen over de Europese strip, we zitten met de manga. Waar ook een gigantische markt is. Ik vind eigenlijk de buitenlandse, die hebben eigenlijk meer kwaliteit. De Vlaamse, alleen al de Belgische zijn eerder gericht op zo het aanleren van zo'n bepaalde lesjes. En dat heb je met de buitenlandse eigenlijk niet. Dit is nog zo'n element van pure fantasie. En dat spreekt mij meer aan. Dat komt gewoon uit de jeugd. En ja, sommige mensen kunnen dat loslaten en sommige mensen blijven dat gewoon doen. En nu wacht ik ook op de Avengers, op de film. Dus ja, dat blijft gewoon verder gaan. Superheldenfilms in ieder geval, die zorgen ervoor dat idee van superhelden een heel groot publiek bereikt. Als het nu gaat over vrouwen, mannen, kinderen. Dat is in ieder geval een strip, dat is nog altijd iets dat een beetje een drempel heeft. Ik merk dat zelfs in de laatste 5 jaar, dus eigenlijk nog niet zo lang in periode. Het vrouwelijk publiek is heel lang stiefmoederlijk behandeld geweest. En ik merk dat uitgeverijen meer en meer beginnen te begrijpen dat dat ook een markt is waar ze zich op kunnen richten. Het zijn allemaal avonturen van een astronautje die elke keer weer doodgaat eigenlijk. Jammer genoeg op een grappige manier en zonder tekst. Dus voor heel de wereld. Ik heb heel lang zitten denken over een bepaald onderwerp. En toen heb ik meegedaan aan een wedstrijd van toevallig de mechaniek, waar we nu zijn. En ik heb een stripje gemaakt van 1 pagina over Murphy die doodgaat.
En ik vond dat zo leuk. Zo van, ik kan die nog wel laten doodgaan op een nog grappige manier. Gelijk mensen die vroeger Tom en Jerry keken. Dat is grappig dat de muis altijd wordt kapotgeslagen. Hij gaat ergens een vlag planten, want dat is team. Hij probeert zoveel mogelijk planeten te ontdekken. En een vrolijk ruimtemannetje neemt de vorm aan van zijn ruimteschip. Hij ziet het te laat. Ik krap erin en wordt opgegeten. Vroeger waren die een beetje verstoken van die wereld. Of er was geen introductie in die wereld. Terwijl nu bijvoorbeeld merk ik dat hier meisjes binnenkomen die de strips komen halen van Buffy. Seizoen 8 van Buffy, de Vampire Slayer, de tv-reeks. Dat is uitgegeven in stripvorm. De scenarist van Buffy is eigenlijk een stripscenarist. En die mensen die binnenkomen die naar die Buffy pakken, zullen misschien dan ook al eens naar iets anders pakken. Zullen andere strips leren kennen, zullen dan misschien eens naar die klassiekers pakken. En die hebben eigenlijk een introductie, een voet binnen in dat medium. Terwijl dat vroeger comics over het algemeen wat wij binnenkregen, dat ging over vechtende mannetjes met capes aan. En dat vrouwelijk publiek had daar weinig aan. En wat ik ook merk is dat je veel meer originele vrouwelijke personages krijgt. Vroeger ging dat de Nulk en dan maakten ze de She-Hulk. Of je had Spider-Man, dan maakten ze Spider-Woman of Batwoman. En dat zijn altijd zo'n beetje flauwe afkooksels en van die oorspronkelijke superheld. Plus dat die ook alleen maar dikke tieten moesten hebben en wat sexy zijn. En voor de rest was er weinig aan. Als dat echt zo'n dikke comic is en je stopt op een gegeven moment, en dan wil ze wat meer. Je wilt weten hoe dat afloopt en je wilt weten hoe dat het vervolgt. Wie zou nu niet willen vliegen of wie zou nu niet die speciale kracht willen hebben?